Surinamers die naar Frans-Guyana willen afreizen, moeten de nodige voorzichtigheid betrachten, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht. De waarschuwing komt naar aanleiding van de aanhoudende rellen in het buurland. In dit kader heeft het ministerie overleg gepleegd met de ministeries van Defensie, Justitie en Politie, het Directoraat Nationale Veiligheid en de Franse ambassade in Paramaribo. Volgens ontvangen informatie zijn er barricades opgeworpen op belangrijke toevoerwegen. Met de thans aanhoudende stakingen is het mogelijk dat deze situatie enige tijd zou kunnen duren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft de ontwikkelingen in het buurland nauwlettend volgen om het publiek te informeren. De protesten en stakingen in buurland Frans-Guyana doen zich al enkele dagen voor en hebben ertoe geleid dat verschillende instanties niet naar het land hebben kunnen afreizen. Zo is de nationale senioren voetbalselectie niet meer afgereisd en hebben burgers hun reis naar ons buurland uitgesteld.